Dag allemaal, welkom bij een nieuwe serie filmpjes over de metamorfose van Ovidius. Dit jaar begin ik dan met het verhaal over Pattus. Eerst even een korte inleiding. Boek 1 van de metamorfosen begint eigenlijk met het ontstaan van de wereld. En daarna komen al gauw halverwege boek 1 allerlei verhalen over verschillende goden. Waar goden een rol in spelen. Met als belangrijkste goden daarin, namen daarin Apollo, Mercurius, maar natuurlijk ook Jupiter en Juno. En later ook Minerva. Maar deze verhalen gaan eigenlijk. Of dit verhaal gaat eigenlijk over Apollo en met name Mercurius daarin. En het gaat dan om een zekere Battus. Kort ingeleid, Apollo wordt voorgesteld als een herder die een kudde runderen aan het weiden is. Mercurius komt dan daar om de vee te stelen en wat dan de rol van Battus wordt, dat zul je dan nog wel merken. Laten we het eens eventjes gaan lezen, dames en heren. Illudera tempus quo te pastoria pelles texit onusque fuit baculum silvestre sinistrae alterius dispar septenis fistula canis. Het begint als volgt. Dat was de tijd waarin een herders, ja, pelis, vel of een huid, of een vacht, eigenlijk een soort herdersvacht, jou bedekte. Ovidius spreekt hier tot zijn eigen personage, namelijk Apollo. T is dus Apollo, en dat noem je een apostrofe. Niet apostrof, maar apostrofe, een aanspreking van je eigen personage. Een herdersvacht, ja, je moet je voorstellen, mensen, wat hadden die mensen voor dingen aan, hè, voor kleding? Nou, het is een vacht van een schaap waarschijnlijk, die omgeslagen heeft om zichzelf warm te houden. Dus dat is een manier om aan te geven dat Apollo hier dus een herder was. Uiteraard een alliteratie, pastoria pellis, en een enjambement, want de zin loopt door over de verseinde. Texit perfectum van tegere, bedekken. Onusque fuit baculum silvestre sinistrae. De onus sinistrae, letterlijk een last van je linker manus, of voor je linker manui, dat zou ook een datum kunnen zijn, voor je linkerhand, was, en is van Essen, een baculum silvestre, een soort van bosstok. Een baculum is een stok of een staf en silva is een bos. Een silvestris is dan van het bos of uit het bos. Een stok uit het bos. Weet je, je pakt gewoon een grote dikke stok uit het bos. Als je een wandeling maakt, heb je het vroeger misschien wel eens gedaan. Dan pak je zo'n stok en dan ga je daar nou een wandelstok gebruiken. Dat was de last voor je linkerhand, oftewel die had je in je linkerhand. Alterius manus, van je andere hand. Hè? Alterius is genitus van alter, wat in het andere, van je andere hand. Fuit onus, mag je daar dan bij denken natuurlijk. Dat was een last, oftewel die had je daar vast. Een fistula, dat is eigenlijk een herdersfluit, een holle rietstengel als het ware. Dispar, ongelijk, een ongelijke. Ja, rietstengel, ongelijke herdersfluit of zo. Septenis canis. Met zeven pijpjes. Zeven rietpijpjes. Nou, het is een beetje een vage omschrijving voor een panfluit. Je weet allemaal hoe een panfluit eruit ziet. Het zijn gewoon zeven ongelijke pijpjes of stukjes rietstengel. Die dan een soort van een pijpje zijn. Die steeds langer worden, waardoor je verschillende tonen kunt creëren als je erop blaast. De septenis canis is een ablatief, dus met zeven pijpjes. En fistula en dispar zijn nominatieven. Maar het gekke is dat dispar eigenlijk meer bij septenis canis hoort. Want het is niet een ongelijke herdersfluit, maar het is een herdersfluit met zeven ongelijke rietstengels. Dus dat stelmiddel zal ik er nog even bij zetten. Dan noem je een enallagé. Dus dat is een verplaatsing grammaticaal gezien. Het dispar, wat ik net al zei, wordt grammaticaal bij fistula, maar inhoudelijk eigenlijk bij septenis canis. En allergé. En verder is het natuurlijk ook een ellipse van manus. Daar zo. Ik heb hier ook ellipse van fuit onus. Dat heb ik ook al eigenlijk gezegd. Moet je er ook weer bij denken. Hè? Een alliteratie hier van silvestre sinistae. Het is een chiasme, want ik moest even kijken, maar in Sinistrae en Alterius, die gaan over die handen. Hè? De linker en de ander staan in het midden, dat zijn B en B. Daaromheen staat Baculum Silvestre en Dispar, et cetera, Fistula. Dus de nominatieven en hier de genitieven en hier dan de genitieven en hier de nominatieven zijn omgekeerde volgorde. En die zinnetjes worden aan elkaar gekoppeld met een komma zonder verbindingswoordje. Dat is een asyndeton, om eigenlijk de tegenstelling te onderstrepen als het ware.
Nou, meteen al heel veel stijlmiddelen, maar goed, het is Ovidius, dat kan je verwachten. Dus, samengevat, dat was de tijd dat jij, Apollo, een herder was en een herdersstaf en een panfluit met je meedoet, want dat deden herders in die tijd altijd om zich een beetje te vermaken op het moment dat hun schaapjes aan het grazen waren, gingen ze aan een boom zitten en lekker muziek maken. Goed, lezen we nog even een stukje verder. Dum quamores curae, dum te tua fistula mulcet, incustoditae pullios memorantur in agros processis boves. En terwijl liefde is tot zorg, dat is een dativus deze curae, oftewel letterlijk, terwijl liefde voor jou tot zorg is, oftewel wanneer jij je met liefde bezighoudt, je denkt alleen maar aan liefde, oftewel je zit daar te zitten en je denkt aan degene op wie je verliefd bent of iets dergelijks, jij Apollo dus. Dum te tua fistula mulcet. Terwijl de fistula, dus dat is dat fluitje weer, hè, als het ware, jouw fluitje, in dit geval jouw panfluit, jouw te is dan weer accusatief. En mulcet is dan rustig stemmen. Dat is eigenlijk een beetje een metafoor, want dat betekent eigenlijk een soort van, ja, strelen of aaien of kalm en daarmee dus kalmeren als je neemt bijvoorbeeld een paard, noem eens wat, als dat onrustig is, dan gaat het aaien of zo, dan wordt het rustig. Dus dat is eigenlijk wat de metaforische betekenis daarvan. Dus je bent eigenlijk een soort van, ja, je bent een beetje liefdesverdriet of liefdeszorg of zo, maar je probeert jezelf maar een beetje te vermaken door een beetje op die fluit te spelen. Incusto, D-type, et cetera, et cetera. Memorantur. Kan ik je Ja. ergens anders mee helpen? Jongen, mijn telefoon. Oké, ga je weggooien. De memorantur boves. De boves en de koeien. Wij geven dus geen schapenherder, maar een koeienherder. Worden vermeld. En dat is een beetje gekke uitdrukking, want koeien worden niet gezegd. Hè. Ja, koeien kunnen wel vermeld worden, maar dan komt er een infinitief bij. Koeien worden vermeld. Te processissen, te zijn gegaan. Procedere is eigenlijk voortgaan. Hier een infinitivus perfectum, te zijn voortgegaan. In agros pilios, naar de pilische akkers, zou je kunnen zeggen. Oftewel naar de akkers van Pilos. Pilos is een stad in het zuidwesten van de Peloponnesos in Griekenland. Incustoditae. Nou, onbewaakt betekent dat. En dat hoort bij boves. Dus je was gewoon niet echt aan het opletten. Die koeien die liepen er een beetje vandoor en richting de Pilische akkers. De akkers van Pilos. Uiteraard ook daar weer een jammerment. Nou, dit is een vrij zakelijke mededeling. Vrij weinig stijlmiddelen, et cetera, daarin. Maar ik wil hier nog over het voorgaande nog wel even wat zeggen natuurlijk. Hè, want we hebben hier doem qua morest doemte, et cetera. Dus het is een anafoor van doem. Het zijn twee doemzinnetjes die zonder verbindingswoordjes aan elkaar vastgebonden worden. Dus dat is een asyneton. Deze twee had ik al eigenlijk gezegd. Er treedt enige vertraging op in verteltempo, omdat het wat concreter wordt wat er nou eigenlijk gebeurt. Hè. Dus daarvoor zei hij allemaal, goed, toen, dat was de tijd dat jij herder was. En nu, wat gebeurt er? Zoom een beetje in, dus vertraag het tempo. Je koeien gingen er een beetje vandoor. Overigens, over die liefde. Het is niet helemaal zeker of daar een concrete mevrouw of godin is bedoeld waar hij dan op verliefd was. Maar het kan ook gewoon een algemene typering zijn van Apollo als herder die bezig was met een beetje herderspoëzie maken, et cetera. Dat is wel eigenlijk altijd liefdespoëzie. Dus dat zou ook heel goed kunnen. Voor deze constructie hier met een onderwerp, met een passief werkwoord wat iets met zeggen te maken heeft en dan infinitief erbij, dat noem je ook wel een NCI, een nominativus cum infinitivo. Maar je hebt gemerkt hoe ik het vertaald heb, dat is meestal niet zo'n heel erg groot probleem. Dan nog even het laatste stukje van dit video, die dit tot hier gaat vertalen. Videt has Atlantide Maya natus et arte sua sylvis occulta tabactas. De natus Atlantide Maya, dat is de geborene van of uit de dochter van Atlas Maya. En hij zou normaal gesproken gewoon zeggen de zoon van Maya, de dochter van Atlas, de zoon van Atlas dochter Maya. En daarmee wordt bedoeld Mercurius. Maya was de moeder van Curius en Maya was weer de dochter van Atlas.
dat is die titaan. Die vidt het haas, die ziet, presens, hè? Haas, en daarmee wordt bedoeld die bovees, die koeien. Zijn vrouwelijk, want het zijn geen stieren, maar koeien. Die vidt het, die ziet deze. En arte sua, ablativus, met zijn kunst, zijn als in hè, van Mercurius, dus met zijn eigen kunst, met zijn eigen slimheid, vaardigheid, et cetera. Occultat, verbergt hij haas wederom, deze weer. Ab actas, dat is een PPP, weggeleid, van ab agere, wegleiden. Ab actus hier, ab actas, van haas, dus actie is meer van vrouwelijk. Dat is nadat hij ze weg heeft geleid, of weggeleid zijn, of die weggeleid zijn, of whatever, maakt er wat moois van. Die verbergt hij ze dus silvies. Wij zouden gewoon zeggen in silvies of iets dergelijks. Maar vaak in poëzie wordt het voorzetsel weggelaten gewoon in het bos. Of in de bossen eigenlijk. Maar dat is natuurlijk een beetje poëtisch meervoud. Kunnen we ook wel zeggen in de bossen. Dat maakt niet zoveel uit. Alliteratie sua silvas. Daarom een beetje te verfraaien. En je momentenzin loopt weer door. En patronymicum moet je ook even echt goed weten. Dat is typisch voor Ovidius. Die wil altijd een beetje geleerd doen en die wil nooit, zeg maar zeggen, Mercurius, zeg maar, die vindt altijd leuk om dan andere uitdrukkingen te bedenken voor de persoon die die bedoelt. Hier in dit geval dus door de afkomst te noemen, dat is eigenlijk een heel veel gebruikte manier. In dit geval dus noemt hij zijn moeder en daarvan dan weer de vader, dus de grootvader van Mercurius. Dat noem je eigenlijk een patronymicum, eigenlijk een soort matronymicum, en wat is de moedersnaam, maar patronymicum betekent een vadersnaam, maar we gebruiken toch eigenlijk altijd patronymicum met een P, om aan te duiden als je een voorouderse naam of gewoon een oudersnaam gebruikt in plaats van de naam zelf. Goed, dus we weten nu het begin van het verhaal, we weten de situatie en we weten de kwestie, namelijk Mercurius heeft Apollo's runderen of koeien gestolen. Wat nu? Daarvoor zou ik zeggen, kijk maar naar het volgende filmpje. Dag, dag.